Over de historische figuur Hadewig weten we eigenlijk zo goed als niks. 45 liederen hebben we van Hadewig bewaard. Brieven in proza en rijm en visioenen. Allemaal in de volkstaal geschreven in het Middel-Nederlands, in een tijd waarin er over religieuze zaken, eigenlijk nog quasi-exclusief in het Latijn geschreven werd. Hadewigs visioenenboek bevat verslagen van haar meditatieve en contemplatieve ervaringen. Ze beschrijft hoe haar bewustzijn naar binnen wordt getrokken en een innerlijke reis onderneemt, opstijgt tot boven alle persoonlijke gedachten en bekommernissen. En op dat punt staat ze dan voor het gelaat van God. En in dat gelaat kan ze de goddelijke liefde, de goddelijke rechtvaardigheid, de goddelijke waarheid zien. En ze kan zich daarin spiegelen en haar ziel daarnaar vormen. En zo komt dan de ziel na de extase, na de meditatie, getransformeerd, meer op God lijkend, meer liefde en waarheid bevattend uit de meditatie terug. En het derde tekstgenre dat we van Hadewig hebben, dat is dus een verzameling brieven. En daarin geeft ze de inzichten die ze in de visioenen door rechtstreeks contact met God verworven heeft, door aan haar spirituele leerlingen. Mijn lieve kind, noemt ze die geadresseerde van sommige brieven. En op andere plaatsen luidt het, oh hertelief. Nu, wat zijn de inzichten die Hadewig in haar visionaire ervaringen heeft geleerd en in brieven aan anderen doorgeeft? Er zijn er veel, maar ik pik er één uit die voor mij de basis vormt van haar mystiek. En die basis is, wees je bewust van je goddelijke oorsprong. Wees je bewust van je eigen vermogen om vanuit de liefde die alles overstijgt, te leven. Dat kan. En dus de eerste stap naar spirituele volwassenheid is ons van dat feit bewust te zijn. Bewust te zijn van, zoals Hadewig dat dan op zijn typisch middeleeuws feodaal zegt, bewust te zijn van de adel van onze ziel, de hoge geboorte van onze ziel. De goddelijkheid van onze ziel. Hadewig's spiritualiteit is dus een spiritualiteit van de gelijkwaardigheid. God, de minne, is in elke mens aanwezig. Het is zaak om dat te beseffen en om tijdens het leven op aarde, net zoals Christus dat heeft voorgedaan, vanuit die goddelijke kern, vanuit die houding van liefde, te willen en durven leven. En dat wil zeggen, altijd opnieuw, elke moment opnieuw, het eigen beperkte perspectief overstijgen, de persoonlijke belangen overstijgen, sociale en politieke identiteiten waar we misschien aan gehecht zijn overstijgen. Kortom, leven vanuit de minne die wijder en langer en hoger en dieper is dan gelijk wat aarde of hemel kunnen bevatten.